ben Isabel, ik ben psycholoog, ik ben voormalig topsporter en ik ben in het powerliften een van de sterkste vrouwen van de wereld geworden. En vandaag de dag help ik mensen om hun brein te trainen, zodat ze zelf ook op de toppen van hun kunnen gaan presteren. En ik heb zelf niet altijd een krachtige mindset gehad. Ik heb in het verleden een hele ernstige eetstoornis gehad, waarbij ik op het randje van de dood was, omdat mijn mindset dus zo zwak was. En vanaf daar ben ik mijn mindset gaan trainen door middel van verschillende methodes. En op basis daarvan heb ik mijn eigen methode ontwikkeld, die voor mij ervoor heeft gezorgd dat ik topprestaties heb geleverd, maar ook voor honderden, duizenden andere mensen. Ik zorg dus dat jij een topsportmentaliteit krijgt door je brein te trainen, zodat jij presteert op de toppen van je kunnen, zonder dus dat jij constant over je grenzen gaat of alles juist aan het uitstellen bent. Op het moment dat je merkt dat je voelt dat je meer uit het leven kan halen dan je nu doet, maar aan de andere kant merk je dat je veel te druk bent, dat je onrustig bent, dat je het gevoel hebt dat je te weinig tijd en energie hebt, dan is het een hele logische stap om eens te gaan spreken met mij. Ik zeg zelf wel, ik werk met bijna niemand. Ik werk alleen maar met mensen die 100% committed zijn. Die bereid zijn om tijd, geld en energie in zichzelf te investeren en door het oncomfortabele heen te gaan. Werken met mij is namelijk niet comfortabel, maar ik weet wel dat als we gaan samenwerken, dat jij bijzonder veel resultaten gaat behalen en je eigen verwachtingen nog gaat overtreffen.